Alon natuurlijk stond dik achter, 6-2, 5-2 achter. Tegen stond al bijna klaar om de baan op te gaan met z'n allen. Ja, ja, inderdaad. Dus je denkt van, nou, het is niet dat hij tegen nummer 100 stond. Dat je denkt van, nou, het kan misschien nog omdraaien. Je denkt van, nou, dit is klaar. En hij heeft het mooi weten om te draaien. Dus, en een briljante Nederlandse dubbel. Ja, heel gaaf. Haas middelkoop winnen van de eerste geplaatste. En een andere verrassing die misschien leuk is voor de speler, maar minder leuk voor het toernooi, is dat Shapovalov heeft verloren. Ja. Maar de titelverdediger Rublev heeft wel weer gewonnen. Dus het is prima. Hier hadden we dus totaal geen tijd voor, maar we vonden het wel leuk. Wij zijn ook maar simpele tennisliefhebbers die dit af en toe even moeten bespreken. Speak voor jezelf, maar prima. Ik vond het heerlijk. Ja. Laten we beginnen met de eerste wedstrijd die we even gaan bespreken. Aliassim, prachtige speler, tegen Gerasim. Die ook vorig jaar hier was. Ja, volgens mij, als ik me niet vergis, komt Gerasimov uit de kwalificatie. Ja. Heeft dus al een paar potjes gespeeld op deze banen. Is al ingespeeld. Maar Aliassim natuurlijk finale gehaald 2 jaar geleden alweer, geloof ik. En gewoon een goede winnenspeler. Ben benieuwd. Is het moeilijk om op zo'n laatste dag, van de, zeg maar zo'n woensdag, heb je 3 dagen toch nog niet gespeeld? Is dat lastig voor hem om nu te beginnen? Nou, hij heeft ongevraagd. Dus hij vond dat lekker. Hij wilde wat meer wennen aan de banen. En hij wilde nog even dubbelen. Ah. Dat doet hij vandaag. Of is hij misschien nu zelfs aan het doen. Hij wilde dit graag. Dus dit is voor hem de ideale voorbereiding blijkbaar. Dan gaan we snel door naar toch ook wel een spannende wedstrijd. Alexander Bublik tegen de wildcard Andy Murray. Ja, Murray een mooie comeback aan het maken. Al een tijdje, maar ik heb het gevoel dat hij nu steeds sterker wordt, fitter. Heeft ook is in de top 100 terug, hè? Ja, won het, of hij kwam finale van het toernooi van Sydney. En vloor helaas snel in Australië. Maar werkt keihard, maakt heel veel uren op de baan. En het zou mooi zijn als hij hier wat moois kan laten zien. Als hij een aantal rondes kan winnen. Of wie weet, misschien finale of zelfs titel winnen. Zie je hem dat nog doen? Ja, hij zou het zomaar kunnen, maar ja, Bublik is wel in vorm. Heeft gewonnen afgelopen zondag in de finale van Montpellier van niemand minder dan Alexander Zverev. Dus ja, dat is niet de minste. Speelt heel goed, maar het kan ook betekenen dat het misschien een beetje moe is. Dus het is wel een hele lastige loting. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Deze kan ik echt niet voorspellen. Nee, en misschien wel leuk om nog even een soort tweede ronde partij die ook wel opvalt. De laatste avondpartij van morgen. Cameron Norrie tegen of Khachanov of Popirin. Ja. Lekker opgelet vandaag. Khachanov heeft gewonnen. Heb ik inderdaad even niet meegekregen. Ja. Nou, dan gaan we 7-6 even derde. Maar prima. Nee, maar die Cameron Norrie is gewoon een goede speler. En Khachanov, big server, die kan wel. Binnen is hij natuurlijk ook wel heel gevaarlijk. Maar Norrie liet wel toch wel goed tennis zien weer van de week. Hij heeft Australië een beetje. Was hij denk ik nog niet helemaal klaar met zijn voorbereiding voor het jaar of zo. Maar wordt een pittige wedstrijd voor Khachanov. Ik denk dat we een mooi gevecht gaan zien. Khachanov de aanvallende speler. Norrie van achter probeert dan echt wel je heel veel te laten rennen. Dus ik denk mooie rallies. Ik ben benieuwd. Vandaag was een fantastische dag. Maar dit schema liegt het er ook weer niet om, hè? Nee, we laten echt hele mooie partijen zien. Daar zijn we erg blij om. En je merkt het ook, zou ik maar zeggen, aan de verkoop. Vanavond is uitverkocht. Woensdagavond is uitverkocht. En daarna iedere sessie is uitverkocht. Dus we blij dat... Je zou willen zeggen volle bak. Dat is het niet. Maar het is wel alles wat we kunnen doen. Ja, inderdaad. Dus, en je merkt toch, dat brengt gewoon echt sfeer. En vorig jaar was het natuurlijk helemaal stil, zou ik maar zeggen, in de zaal. En dat slechts 1250 mensen, wat maar 12,5% is van wat we kunnen hebben, brengt al zoveel. En heel erg blij dat voor de spelers zo mooi kunnen doen, voor de fans natuurlijk. En uiteindelijk ook voor ons als organisatie werken toch keihard. En dan ook, zou ik maar zeggen, de sfeer in de zaal is ook een stukje beloning voor ons. De derde dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament wordt weer een mooie dag. En we hopen iedereen snel weer te zien. Dankjewel. Wil je meer zien? Abonneer je dan nu op ons kanaal.